De winter is in het land met al zijn charmes, maar ook met al zijn ziektes. Veel mensen lopen te hoesten en willen daar natuurlijk zo snel mogelijk vanaf. Hoest je op je dan maar? Er bestaan twee soorten hoestsiropen. Enerzijds diegene die je hoest onderdrukken, anderzijds diegene die je luchtwegen openzetten. Maar in beide gevallen werkt dat eigenlijk niet. Gelukkig mogen nu de hoestsiropen die beide combineren en die dus meerdere actieve bestanddelen hebben om zowel je hoest te onderdrukken als je luchtwegen vrij te maken, niet meer op de markt komen. Want omdat ze meerdere actieve bestanddelen combineren, zorgen ze ook voor meer bijwerkingen. Maar zelfs als ze maar op één symptoom werken, dus ofwel de hoest onderdrukken ofwel je luchtwegen vrijhouden, zijn er al ernstige bijwerkingen. Ik neem een paar voorbeelden. Deze met noscapine of deze met dextrometorfan. En dan zijn er ook nog hoestsiropen die werken met codeïne, maar daar is op dit ogenblik een tekort in de apotheken. Dat zijn stoffen, die noscapine, dextrometorfan en codeïne, die gelinkt zijn aan morfine en die dus verre van ongevaarlijk zijn. Want die hebben bijwerkingen als slaperigheid, duizeligheid, maagklachten. Je mag daarna, als je die hoestsiroop hebt genomen, ook niet meer met de auto rijden omwille van die bijwerkingen. Er bestaan ook natuurlijke hoestsiropen. Dat zijn dan geen officiële geneesmiddelen, maar siropen gebaseerd op plantaardige stoffen. Zo heb je deze Balso Kids of deze Timoceptine. Maar ook die werken eigenlijk niet. En wat we vaak zien bij die natuurlijke hoestsiropen is dat zij meerdere werkzame bestanddelen gaan combineren. Bijvoorbeeld bij deze Rina Natuur Actief. Hier mag dat, omdat het hier gaat om plantaardige stoffen. Het verbod op een combinatie van meerdere werkzame bestanddelen geldt namelijk niet wanneer het gaat om plantaardige stoffen. Het is trouwens ook niet voor niets dat de meeste van die hoestsiropen niet mogen gegeven worden aan kinderen onder de 6 jaar of voor codeïne zelfs onder de 12 jaar. Het duidt nog maar eens op hoe sterk die bijwerkingen wel niet kunnen zijn. Wat moet je dan wel doen als je moet hoesten? Wel heel eenvoudig, veel rusten, je lichaam de tijd geven om te herstellen. Trouwens, hoesten is ook een natuurlijke reflex van je lichaam om de ziekteverwekkende beestjes uit je lichaam te krijgen. Het is dus een heel belangrijke functie die je dus best niet zomaar onderdrukt. Meer info over het nut of de nutteloosheid van geneesmiddelen vind je op onze website of onze app.